Maar het geven van betekenis aan, aan de werkelijkheid om je heen is een veelgebruikte definitie van cultuur. Dus dat mensen ook hun eigen culturele waarden kunnen meenemen in de zorg. Dat zij iets betekenis kunnen geven. Met andere woorden, dat zij niet zozeer te maken hebben met de typische bedrijfscultuur van de zorgverlenende instantie, want die heb je natuurlijk. En het typeert Yvonne omdat er twee mensen op staan. Ik denk niet dat iedereen het kan zien, maar ik zal het een beetje beschrijven. Er staan twee mensen op die met elkaar in gesprek zijn. De een heeft de arm om de schouder van de ander. En er zit dat hartje tussen die twee in. En het staat dus heel erg voor relatie, in contact zijn, de ander zien voor wie die is. En dat was typisch voor hoe Yvonne haar werk deed, hoe ze naar mensen keek en hoe ze in de wereld stond. Kijk, in het dierenrijk, wij zijn natuurlijk een hele bijzondere soort, want u zit hier allemaal om u af te vragen hoe het zit met de zorg. Zorg, ja, u kunt je afvragen, gaat het in de natuur niet om iets heel anders? Het gaat toch in de natuur, dat weten we allemaal, om een struggle for life en de survival of the fittest. Zorg, schiet op, dat komt toch helemaal niet voor. Vrijdag kun je me bij het beste niks overkomen, want op vrijdag is iedereen zich aan het voorbereiden op het weekend. En als er dan ineens een arm geopereerd moet worden, dan krabben de chirurgen zich toch even achter hun oren van kan dat niet wachten tot maandag. Uiteindelijk is de operatie een week later pas uitgevoerd, terwijl mijn moeder toch met heel wat pijn die week heeft moeten doorstaan. Mijn ervaring, maar ook van mijn kennis en mijn mogelijkheden om makkelijk informatie te delen, te vinden en te gebruiken. Een van die voorbeelden bijvoorbeeld is, ik werd op een gegeven moment kreeg ik het idee van goed, er worden bij de hulpverleners van mij verschillende verhalen over mij verteld en die klopt niet. Dus ik wil op een gegeven moment moet wel graag mijn dossier kunnen inzien, hè, wat geregistreerd men over mij. Dat werd me ontzegd, dat mocht niet. Ik zei, ja, daar heb ik gewoon recht op, het is mijn dossier en ik heb de inzage gerecht. Wist me niet, hoe klein is die daar weer. Totdat de directeur moest ik gaan van inzicht in mijn eigen dossier. Daar zit een hele grote verandering in. Heel veel mensen kunnen in het moment dat ze goed en fit en thuis zijn, nog niet helemaal een voorstelling maken van wat het betekent op het moment dat je afhankelijk bent van zorg. Of dat je zelfs in een instelling moet gaan wonen. Dat is natuurlijk nogal wat. Dus die vertaling, daar zal sowieso, wat nu misschien intake heet, of anamnese, het gaat echt om kennismaking. Kennismaking op het punt, wie bent u, wat betekent dat voor uw vraag en dus ook voor dat wat wij u bieden op dit moment. We zijn nu een jaar verder, nou je wil niet weten wat je in die groep ziet gebeuren, dat is waanzinnig. En mensen maken zelf hun taakschema's, bepalen zelf wanneer ze komen of kunnen of willen werken. Hebben we op hele andere manieren werkoverleg. En wat ze vooral doen aan het eind van de rit van het jaar, daar zitten ze nu middenin, gaan ze met elkaar ook praten van we hebben winst gedraaid. En hoe gaan we dat verdelen? En dat doen ze ook nog helemaal zelf. Mijn moeder die keek ook heel erg op over tegen de arts. Ja, maar de dokter zegt het. Ja, maar je hebt nu heel veel medicatie. Ja, maar de dokter zegt het, kind. Ik neem het toch in. Kijk, en ik denk dat we ook in als omgeving. Ik heb ook altijd op mijn ouders heel erg gelet. En wat, dat gevoel dat je weer. Ja, ik mis eigenlijk dat we dan in het systeem. Ik loop er ook in mee soms. Ik bemerk het ook bij mezelf. En ik denk dat het constant over bewustzijn, constant naar jezelf terug. Want als we wijzen, ja, dan hoeven we zelf niets te doen. En ik denk dat het bij onszelf begint. Want de wet is redelijk duidelijk. Wie zegt? Iedereen beslist zelf. Als je boven de 18 bent en we aan sommige keuzes zelfs vanaf 16 jaar. Jouw leven, jij beslist. En iedereen is wilsbekwaam totdat het tegendeel bewezen is. Dus iedereen mag eigen keuzes maken totdat iemand anders eventueel zou kunnen bewijzen dat diegene niet wilsbekwaam is. En als je dat uitgangspunt neemt, dan zou de zorg er heel anders uit moeten zien. Mens, ik ben nooit als mens gezien en erkend en die ervaring heeft u misschien ook wel. In de zorg gaat het altijd over geld en over techniek, maar de zorg is niet meer van ons.
En daarom neem ik u mee op die spannende transitiereis. Spannender kan ik het echt niet maken het komende half uurtje. En ik ga hier niet eerder weg dan dat u vol energie zit, inspiratie. En ook in opstand komt.